Ik ben aangekleed en opgemaakt. Nee. Goedemorgen, het is maandag en de buurman is bezig. Dit gaat waarschijnlijk de hele dag zo, maar gelukkig, wat dat betreft, mogen we nu boodschappen doen morgen. En. Oh. Hallo. Hallo. Ik heb al gefilmd welke dag het is. Oh, oké, dat wist ik nog niet. Ik ga even thee drinken, wakker worden en dan even een douche aankleden. En ik doe de melk, ik doe de siroop hierin en dan. Moet ik een klein beetje poeder erin doen en dan heb ik lekker melk maak ik ervan. Ja, dus oh, ik ben erg benieuwd wat ik nog weet dat. We zaten net te bedenken, volgende week beginnen de scholen weer. Dus zij is zo blij. En ik ook. Een beetje, want ik kan mijn vriendin weer zien. Ik ben aangekleed en opgemaakt. Nee, valt mee. Ik heb deze top weer aan en ik kom nu niet op waar die van is. Broek, levi's en schoenen geox. En ik ga nu snel naar de supermarkt. Zij is met Mila aan het spelen en bij Mila voor. Dus die gaat niet mee en ja, die heeft ouderlijk toezicht. Dus dat is helemaal geregeld. En ik ga lekker op de fiets, want het is heerlijk weer vandaag. Nou, we filmen uit de meest charmante hoek. Lekker gericht, maar ik leg de camera altijd in mijn fietsmand. Want je mag natuurlijk geen camera in je hand houden. Boodschap gedaan, dat je mega druk. En nu weer op weg naar huis. En ik ben altijd heel benieuwd of jullie me enigszins verstaan zo. Ik wil wel lachen, want dan praat ik in mijn fietsmand en dan zie je mensen altijd kijken. Gaat iets niet goed? Wij zien die camera niet, dus dat is echt heel grappig altijd. Het is wel echt een heldere lucht. En ik las net dat het einde van deze week alweer 20 graden gaat worden. En van het weekend richting de 25 graden. Ik ben zo blij, echt. Ik heb er zo behoefte aan. Gewoon een beetje buitenleven, een beetje warmte, een beetje heerlijk. Klein feestje, de buurman is klaar. Dus nu hoor ik gewoon muziek uit de tuin komen. Echt, ik ben zo blij. Want ik zat echt te denken, het weer gaat elke dag nu beter worden. Oh, dat zal Sarah zijn. Nou, dat was ze. Mama, mag ik fietsen? Ze is hiervoor aan het fietsen. En wat was ik aan het zeggen? Oh ja, ik dacht al, als het nu elke keer dat die drillboor is en het wordt elke dag lekker weer, dan zit ik ook elke dag in de tuin. Dus ik ben zo blij dat het eigenlijk nu klaar is. Maar ja, wat ik me nu bedenk, of hij is nu aan het puinruimen en dan gaat daarna weer verder. Dat kan ook. Nou, fingers crossed. Ik hoop zo dat het klaar is. Maar goed, we gaan het zien. In rust, huishouden weer netjes. Vooral zover dat gaat. Mijn haar is echt verziekt. We hebben net met z'n allen lopen stoeien. Dus dat heeft mijn haar geen goed gedaan, moet ik zeggen. Nou, jammer dan. Oh, wat is er weer gedaan? Oh, even de laatste dingen opruimen. We hebben net gegeten en de dodenherdenking is vandaag. Dus Sarah die maakt zich al klaar voor bed. En dan mag ze naar beneden komen. Dan gaan we dus zo kijken. En dan, we hebben er vanmiddag ook al heel veel over gepraat. Ik vind het gewoon heel belangrijk dat ze dat meekrijgt en weet waarom dat is. Dus ja, ik vind het gewoon heel erg belangrijk dat je ook leert dankbaar te zijn. En weet wat mensen hebben meegemaakt. En het besef dat dat allemaal gebeurd is en hoe erg dat is. En dat je het zelf eigenlijk nooit tot daar moet laten komen. Ik hoop dat ik hem hoor, want ik sta van af te wassen. Maar goed, ja, dat gaan we dus zo even doen.
zo raar om een dode herdenking zo te zien. Ik kijk echt, zolang ik me kan herinneren, elk jaar. En al die leegte en zo, het voelt toch anders, weet je wel. Ja. En dan, ja, de gesprekken over vrijheid. Terwijl we eigenlijk ook nu niet echt in volledige vrijheid leven. Ongeacht hoe je erover denkt, we leven niet in volledige vrijheid. Dus ja, het is wel apart. En dan die vragen ook die Sarah erover stelt, die toch weer scherper zijn dan vorig jaar. Dat is toch wel een dingetje. Maar goed, Sarah ligt nu op bed, dus ik ga snel beginnen met editen. Vlog staat weer op en surprise, ik heb weer honger. Nou ja, what to eat? Ik heb echt geen idee en ik haal heel weinig lekkere dingen in huis, want ik wil de vriezer natuurlijk leeg en ik wil eigenlijk niet veel snoepen. Ik denk dat ik dan maar, ik heb nog een paar druifjes. Ik weet het niet, maar eigenlijk heb ik trek patat. Maar dat ga ik niet eten, dus ik weet het niet. Ik schrok net zo van de klok, het is zo laat al, dus ik ga me snel klaarmaken voor bed. Ik ga mijn laatste keertje Novage opdoen. Dan zijn ze op en ik vind mijn huid wel echt veel beter. Dus ik vind het wel een aanrader. De winactie staat nog online, even een paar vlogs terug. Dan kan je nog meedoen en daarna ga ik dan een winnaar trekken. Dus ik ben heel erg benieuwd wie het gaat winnen. Dus kijk even terug als ik eraan denk. Met editen probeer ik hem nog even te linken, die vlog hieronder. Aan het einde dat je kan doorklikken. En ja, ik ga dus opschieten en snel een beetje in. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!